Deze nieuwsuitzending is alleen voor de liefhebbers. Ik krijg zo dadelijk een Skype-call van Mira. En haar, mijn website is het niet. Dit is haar Google-account of YouTube-account. Het heet Talk to Mira. En zij heeft haar laatste uitzending 1 maand geleden geüpload. En dan hier nog eentje. En dan 3 maanden geleden, 4 maanden geleden. Dan gaan we naar 3 jaar geleden. Dan hebben we nog hier die andere. En ik sta er ook bij, hè. Dat je even weet waar we het over hebben. Deze uitzending, ik heb, wat heb ik hier zo, over afscheid. Ze heeft afscheid genomen van internet. Amen. Ja, ik ken Mira al heel lang. Al voor heel lang, moet ik zeggen, ja. 6 à 7 jaar. Dat vind ik fijn, hè. Ik vind het fijn om mensen langer te kennen. Ik ben niet zo'n one-night stander. Niet dat ik... Ik heb laatst een vrouw ontmoet en die heette Hanna, met de H van hallo. En toen dacht ik van nou, ik vind je wel leuk. Maar ja, dit was 1 avond op het terras. En ik heb haar respectvol behandeld, want iedereen die ik 1 avond zie, ja, dat zou kunnen worden tot iemand die jij, ja, hoeveel jaar heb ik nog? Dat je mensen langer kent is zo belangrijk. Dan komen de details naar boven. En dan niet oordelen om jezelf te verheffen. Matteüs 7 vers 1. Het leuke tussen mij en Mira is... Ik heb haar 3 keer in levende lijven ontmoet. En 1 van die keren was ik zo teut als een kanaal. En Mira had daar geen enkel probleem mee. Ik ben ook bij Mira thuis geweest. En daar heb ik wiet gerookt op haar balkon in de Jordaan. Niet dat het belangrijk is om in de Jordaan specifiek te gaan roken, maar het was wel in de Jordaan. Niet eens zo makkelijk te vinden. Het was maar goed, want ik kwam daar aanwandelen en ik wist bij God niet waar dat huisnummer was. En Mira stond op het balkon en die zei, hallo, het is hier. Kijk, dat is een vrouw naar mijn hart. En binnen mocht er gerookt worden, want de kinderen waren naar school. Maar als die kinderen thuis komen, dan krijg je alleen maar gezeik over het roken. Dus dan roken we niet. Ja, dat moet je vooral tegen mij zeggen. Ik probeer overal aan verslaafd te raken. En het enige wat me echt goed misgelukt is, is verslaving aan vrouwen. Voor de rest heb ik alles onder controle. Kortom, een vriendin van mij. En mijn zus. En het leuke aan haar was dat ze mij vertelde dat zij naar de Joodse overheidsinstantie, lalalala, heeft laten controleren of zij Joods was. En zij is Joods. Tenminste, dat zeggen die lui bij de synagoge. Dat heeft zij mij verteld. Oké, hier komt ze aan de lijn. Nou nee, nu allemaal je mond houden, want nu is het woord aan Mira. Ja, daar ben ik. Hallo, ik ben er ook. Hallo Perry. Oh, je komt een beetje zacht door, hoor. Oh, echt? Nee, dat is niet aan jouw kant, dat is aan mijn kant. Zeg het nog eens wat. Hallo Perry. Ja, vette pakken sinaasappelsap. Vette pakken sinaasappelsap. Ja, nu gaat het rode lampje branden. Ietsje terug, en nog een keer.
vette, dikke heupen. Ja. Nu nog een keer voor de laatste keer. Derde keer een scheepsrecht. Vette, dikke onderkin. Oh ja, nu moet hij goed zijn. Ik moet hem in de gaten blijven houden. Maar je komt helemaal... Ik heb al de intro gehouden. Dus de nieuwsuitzending is al langs bezig. Oh. Ja, dat heb je allemaal niet gehoord, hè? Nee. Nee. Maar hoe is het met je? Revolutionair. Als het maar niet online is, vind ik het goed. Sorry, wat? Nog een keer? Nee. Oh ja, je hebt het over Micha Kat. Ja. Online, denk ik. Oh, nee. Bij een revolutie, dat is een normaal woord. Je hebt evolutie. Weet ik, ja. Ja, en evolutie zie ik helemaal niet. Nee. Dat heb ik nooit waargenomen. Iedereen heeft het er maar over, want het is er, hoor. Je kan het niet zien, maar het is er wel. Ja. Ja, waar is het? Ja, klopt, ja. Revolutie, dat is een ander woord. Er zit een R'tje voor. Maar omkering, we zijn echt aan toe. Maar jij had zo'n mooie... Daar heb ik het niet over gehad. Ik heb niks verklapt, hè? Ja. Maar jij had dus een idee. Ja. Wow. Het was een idee en toen heb ik het opgeborgen om nooit meer van stal te halen. En toen dacht ik opeens, wat jij zei, hey, Mira, heb je zin? En toen dacht ik, nou, misschien moet ik het gewoon bij jou neerzetten. Ik hoor allemaal van die succesverhalen over internetdaten en daar ben ik dus even ingedoken. Dat meen je niet. Echt, ja. Ik doe nu even net alsof ik van niks weet, want ik weet dat ik het gedaan heb. Maar even voor de kijkeraars, luisteraars. Hè? Ja. Nou, en de bedoeling was om dat maanden vol te houden en elke dag of om de dag daarover te gaan vloggen. En dat was wel een dingetje, want ja, ik wil gewoon niet op beeld. En nu snap ik ook alweer waarom. Maar toch dacht ik van ja, waarom niet? Vloggen is gewoon helemaal hot. Mensen doen het allemaal. Het gaat helemaal nergens over. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik dat eens doen. Nou ja, en dat heb ik dus gedaan. En dat is dus een enorm lulverhaal geworden. En voortijdig afgebroken. En zo treurig dat het dus... Ja, dat ik er heel hard op moet lachen zelf. Oh, nu maak je me wel nieuwsgierig. Wat heb waar kon die man er wel tegen? Wat jij allemaal met hem uitspookte? Of die mannen? Nou ja... Of heb je ze afgefikt? Nou, misschien moet je gewoon gaan luisteren, want anders ga ik alles weer Ik ben zo nieuwsgierig. Ja. Kom maar op. Oké, ik hoop dat het geluid goed is. Ik denk het wel. Ik ga het je vertellen hoe het klinkt. Het beeld moet je erbij denken. Nou, hallo. Dit is een nieuw project van mij. De spontaniteit is er een beetje vanaf, omdat het geluid elke keer niet goed was. Dus ik ga nu voor de derde keer vertellen wat ik van plan ben. En dat vind ik heel chagrijnig. En dat was niet de bedoeling, want het is heel grappig. Ik ben gaan internet daten. En heel verhaal. Ik heb dus net het verhaal al verteld. En dat heb ik geen zin om het weer te vertellen. Dat komt nog wel. Maar in ieder geval heb ik me vanmorgen een account aangemaakt. Ik ben de hele dag weer geweest met mijn hart. Hartstikke moe. Het is s'avonds heel erg laat. En bij thuiskomst ging ik eens even kijken. En ik ben super populair. Terwijl ik niks bijzonders doe of zeg of eruit zie. Ik heb één rotfoto van mezelf. Maar wel met een heel verhaal wat ik allemaal niet wil. En het is een wereld apart. Het is echt een hele gekke wereld. En ik dacht, hoe leuk is het als ik erover ga vertellen? Misschien is het helemaal niet leuk, maar het leek mij wel heel erg grappig. Zoals ik al zei, ik ben helemaal in de war wat ik wel niet verteld heb. Dat dit was het. Ja. Ik zal wel alvast vertellen, want ik vond het zelf heel grappig vanmorgen. Ik heb dus vanmorgen geschreven over mezelf, dat ik 45 ben. En heb ik gezegd, niet reageren als je liever Netflix kijkt, liever alleen bent, bindingsangst hebt, moeilijkheden uit de weg gaat, geen verantwoordelijkheden wil daten om je ego te strelen, al te moe bent, te veel drinkt, depressief bent, South Park heel erg grappig vindt, stiekem, dat is een sneer naar iets, maar goed, stiekem verliefd bent op je zus ook,
een afhaker bent en een bange slapjanus bent. Twijfelt of je hetero bent. Als je lusten wil, moet je ook de lasten nemen. Dus soms mee naar die saaie verjaardag. Heb je dit goed gelezen, dan lijkt het me heel leuk om je te ontmoeten. Ik zoek iemand die iets op wil bouwen en je mag dus blijven slapen als ik je moeder of je beste vriend heb ontmoet. Dat laatste wat je zei. Ik zeg, je mag pas blijven slapen als ik je moeder of je beste vriend heb ontmoet. Humorles gezeten. We hebben het wel in de gaten. Ja, maar ik vond Jezus. Dat de humor ervan ingezien. Ja, jij en ik, die zien de humor ervan in. Maar volgens mij heeft niemand de humor ervan ingezien. Oh, maar het feit is wel oké. Okay. Oké, maar heb je ook een reactie gekregen? Ja, nou, dan ga ik verder, ja? Oké, ja. Ik druk weer op play, goed? Ja, is goed, ja. Als ik moet stoppen, moet je het zeggen, dan zet ik hem op stop. Dan gaan we weer. Maakt niet uit. Met diepgang. Iemand die voor me staat, naast me staat en achter me staat. Geniet van alle kleine dingen in het leven en trots is op een sterke vrouw met principes en eigenaardigheden. Nog een voordeel is dat ik ook niet zeur. En je verder gewoon vrij laat en jezelf laat zijn. Nou, ik vind het zelf heel duidelijk en eerlijk ook. En ik denk dat de mensen die mij kennen ook wel vinden dat het vrij uitgebreid en eerlijk is. Nou, dus, ja, en ik vind zelf gewoon echt een hele stomme foto. Maar of ik dat nou moet laten zien, weet ik ook niet. Oh, jullie zien me nu ook natuurlijk. Ja, zo. Dus ik vind zelf dat ik er niet heel erg op lijk. Tenminste, ik hoop dat ik er niet op lijk. Oh ja, en dan ga ik dus vertellen dat ik ben vandaag... Mijn populariteit is dus heel erg hoog. Nou, die krijg ik niet goed in beeld. Ik weet ook niet waarom. Ja, als je naar me kijkt, dan is het niet zo saai als dat jij alleen maar luistert. Maar excuses. Ik ben dus nu op zoek naar mijn populariteit. Nou, die plak ik er wel tussen. Je ziet gewoon hier het metertje. Kijk, en dan is dit is heel erg hoog. Zie je, erg hoog. En dan, nou. Ik ga slapen en kijken of ik morgen doorga met dit project. Volgens mij wel, het is echt heel grappig. Oh ja, en ik heb heel veel berichten gekregen toen ik thuis kwam. Dat had ik volgens mij al verteld. En het gaat echt nergens over. Maar waar moet het over gaan? Dat is ook als een keer de vraag. En ik vind het ook knap als iemand het durft. Maar oh, hier kan ik zien, ik heb... 272 mensen willen mij ontmoeten. En dat is van vanmorgen tot nu, s'avonds laat. Doei. En 272 mensen per. Ik heb hem even op stop gezet. Die wilden mij ontmoeten. In één dag tijd. En ik had echt een kutfoto erbij, hè? Hoezo? Kan ik die foto even zien? Ik heb een screencast aanstaan. Dus als je mij iets stuurt over de e-mail of zo, dan kan ik die foto even laten zien. Voor de duidelijkheid, hè? Ja, ik hoop dat niemand mij herkent. Ja, maar ik wil niet op internet met mijn hoofd. Dat is de hele Nee, je hebt toch een hele lelijke foto van jezelf? Die kan je toch wel sturen? Ja, even voor het beeld en dan doe ik gewoon 10 seconden in beeld en dan gaat die weg. Ja, stop en dan sta ik op internet. Nee, dat ga ik niet doen. Ik wil hem wel aan jou laten zien, maar dan moet je hem niet in je programma zetten. Goed? Nee, oké. Ik heb momenteel jouw YouTube-kanaal opstaan. Ja, maar toen was ik 5 jaar jonger. De tijd gaat snel. Ik heb hem aan jou laten zien voor jouw beeldvorming. Het is niet echt dat je denkt, oh, hoe lekker wijf. Hè? Eerlijk, hallo? Hallo? Mag ik mijn eigen mening van vrijheidsuiting hebben?
Oh, sorry, pardon. Nee, ik vind jij wel een lekker wijf. Dat is nog wel een onzin. Heb je de foto? Ja, maar die kan ik nu niet bekijken, want ik maak een screencast. En dan zien die... Oh. Ja, dan is die voor 5 seconden in beeld. Zo. Oh. Ja, als jij dat niet wil, ja, het is een duidelijke afspraak tussen jou en mij. Ja. Wij publiceren alleen maar in consensus. Ja. Punt. Ja. Geen gezeik en precies. En dit datingproject, dat is al heel wat, hè? Dat geef ik aan jou. Moet je even voorstellen. Maar vertel eens even, want ik snap het. Ik snap wat jij aan het doen bent. En leg dat nou eens uit. Want jij hebt je teen in het water gestoken en ontdekt dat er allemaal beestjes op je afkomen. Oh, wat zeg je dat weer mooi en wat vat je dat weer ongelooflijk mooi samen, Perry. Dankjewel. Maar ik heb het zelf nog niet bekeken, maar dat is het in een notendop, ja. Ik heb mijn teen in het water gestoken. En van alles komt erop af. Ja, ik heb daar geen last van. Ik zie er gewoon lelijk uit van nature, want ik ben een man. Nou ja, ik zie er ook lelijk uit, anders zou ik meteen niet in het water doen, natuurlijk. Ja, want ik heb jou 3 keer live gezien. Hè? Mm. Ja, je bent... Ik ben gewoon... Ja, nee, sorry dat ik gewoon zei. Ik wil er ook helemaal niks over zeggen. De tijd dat wij kinderen zouden kunnen gekregen hebben of whatever. Punt 1, we liggen 15 jaar uit elkaar. Mm-hmm. Dat is best veel, hè? En punt 2, ik ben bijna 60. Dus kijk, die dromen zijn voorbij. Maar ik weet wel wie jij... Ik heb een beeld van hoe je was. Toen had ik ook... Ja, een man moet iets ouder zijn dan een vrouw, toch? Of niet? Nee, hoeft niet. Ja, ik weet het niet hoor. Maar de meeste mannen zijn een beetje traag van begrip. Ja. Ja, dus die moet je wat meer de tijd gunnen. Dus dan had ik, weet ik veel wat, maar ik had het me goed voor kunnen stellen. Ja, jij bent een, dat zeggen ze op z'n Brabants, een kekke. Is dat een kikker of niet? Een kekken. Dat is iets van correct of zo. Goed is het ook wel. Goed kan je ook zeggen, maar je zegt ook wel kek. Kek okay. En goed. Ja, kom op, we hebben het al. En dan al die sukkels, want dat vind ik ook zo erg. Dan zit ik op het terras. En dan komen van die jongelingen bij me zitten. En het maakt niet uit of het meisjes of jongens zijn. Die meisjes die zijn omringd met dombo's. Ja. En die jongens die weten niet waar die meisjes wonen. Omdat ze te veel zuipen of te veel blowen of te veel weet ik van wat. Je ziet het misgaan. Nee. Nee, het is net als in de tijden van Hosea. Het Oude Testament. Ik weet niet of je dat boek kent. Mm-hmm. Ja, in die tijden leven we. Maar wat is daar het probleem mee? En wel heel erg leuk dat je daar een grap van weet te maken. Want Hosea wist er ook een grap van te maken. Die ging per se kinderen maken met een prostituee. En die zei tegen het volk van kijk, zo hou je haar in bedwang. Ja, kinderen krijgen dus weinig seks. Ja. Nou, kinderen krijgen is dat waar het om gaat. Ja, eens. Meer niet. Je kan metafysica bestuderen en dan kan je tot de ontdekking komen dat Aristoteles ongeveer hetzelfde zei als Lutze Brouwer. Ha, 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 ha. In 2000 jaar niks gebeurd dus. Nou, zal ik je even iets actueels vertellen? Ja, kom maar. Want jij vindt het altijd leuk om het over de actualiteit te hebben. Vandaag was er een oproep van de Volkskrant en er werd gevraagd of je een dagboekje bij wilde houden over je seksleven en dat in wilde sturen naar de Volkskrant. Ja, dan word ik helemaal gek gewoon. Hè? Daar kan nu mag ik gewoon ik. Niet tegen. Nu mag ik. Ik heb een geweldige anekdote. Echt gebeurd, hè? Ik studeerde in Wageningen, bij de landbouwhogeschool. Die gingen ze daarna van naam veranderen, waarom weet ik ook niet, maar dat maakt niet uit.
En dan zaten we daar op een studentenflat en onderin was een gemeenschapsgebouwtje. Dat had die architect best leuk verzonnen. En wij mochten kiezen wat we daarmee zouden doen. Nou, wat denk je? Wij hadden contact met de brouwerij Brands van dat bier uit Limburg. Mm-hmm. En we kregen gratis een bar. Mm. Kun je nagaan, hè? En wij suipen daar, jongen. En 50 gulden cent per glas. Mm-hmm. Zo begonnen we. Dus 20 eurocent per glas. Mm-hmm. En dan die verhalen over seks. Wauw. Verschrikkelijk. Ach, man. Zal ik je er even vertellen? Ja, hij is heel erg. Kom maar door. Oké. Het gaat over de leadgitarist van mijn band. En die had toen verkering met een vrouw. En die had... Ze hield van paarden. Mm-hmm. Dat vond ze lekker om op een paard te zitten. En dan, maar seks hield ze niet van. Mm-hmm. Punt niet. Zij had ook die plagerij om tegen hem te zeggen... Van, oh, ik ben helemaal horny, like a bitch. You wanna take me? En dan was ze ongesteld. Dat soort dingetjes deed zij, hè? Mm. Ja, en toen kwam Gert op een dag, die kwam dat kroegje binnen. En die zei van, oh, wat een slechte seks was dat. Want ik wilde seks. En zij zei, nou, ik heb er helemaal geen zin in. Maar ze hadden zo'n tweepersoons bed met de tv er vlakbij. Mm-hmm. En toen zei ze van, nou, ik ga tv kijken en ga jij hem al los. Ja. Tje. Nou, en dan bestel je nog wat bier erbij. Ja, punt 1. Er was ook ik heb zo'n gesprekslijstje gemaakt tussen jou en mij. Een van die onderwerpen was Joodse porno. Het hele punt is, goede seks, waar haal je het vandaan? Wie heeft er eigenlijk goede seks gehad? Het is allemaal een beetje gewauwel in de ruimte, hoor. Het bestaat wel, ik geloof er wel in. Ja, ik doe net of ik er niet bij zit. Ik doe net alsof je tegen iemand anders praat. Wat zeg je? Nee, even denken. Ja, dat is nogal wat. Het is geen onderwerp waar ik over praat eigenlijk. Nee, exact. Dat bedoel ik ook. Het was in die tijd. Ja, het was in die tijd. Dan was ik 24, 23. En we hoorden de meest gore verhalen. En dan na een jaartje of 2, 3, dan ben je er klaar mee. En dan word je toch wel ouder, of niet? Ja. Seks is... het gaat om kinderen krijgen. Het gaat om voor kinderen zorgen. Meer niet. Ja. En mijn dochter is dan van plan om voor bejaarden te gaan zorgen. Nee, daar word ik blij van, zeg. Wauw. Ja, iemand moet het doen. Ik vind het wel heel knap, hoor. Ik heb al tegen haar... zij zegt tegen mij, papa, niet zo zeuren. En andere mensen in mijn omgeving zeggen ook van... geef dat meisje nog een paar jaar de tijd. Maar een buik met benen... en dan zo'n zak moleculen... waarvan je gaat afvragen, stamt deze van de apen af? snap je, dat is toch de... wat je moet doen in je leven. Dat doe jij toch ook heel goed... Mm-hmm. Nou. Ja, we leven gewoon in een hele rare tijd. Iedereen is letterlijk van God los. En, ja, klopt. Dus ja, qua relaties heb ik dat niet, zeg maar. Ik bedoel, ja, ik ben gewoon hopeloos ouderwets, denk ik. Ouderwets is het enige dat geldt. Met al die nieuwerwetse dingen, die moeten nog uitgeprobeerd worden. Kortom, een Beaujolais primeur, die kan ook bijzonder zuur zijn. Mm-hmm. Terwijl een whisky van 40 jaar, ja, die smaakt goed. Om maar te zwijgen en te spreken over een boek wat 3.500 jaar oud is. Te weten het boek Genesis. Mm-hmm. En het andere boek Job. Hé, maar wat vind je van Netanyahu? Ik vond het fantastisch. Vertel eens wat leuks. Kom op en see me and make me smile.
Iets leuks over Bibi Netanyahu? Ja, want gisteren kwam er een persconferentie, een hele belangrijke. En we hebben natuurlijk gekeken. En Israël die heeft gewoon een hele goede intelligence service. Omdat ze maar één reden van bestaan hebben. En dat is gewoon de bescherming van het land Israël. Dus ze zijn gewoon heel slim. En zij hebben allemaal bewijs gevonden. Over dat Iran de hele boel dus voorgelogen heeft al die jaren. En met het plan van Obama en zo. Mm-hmm. En dat ze dus wel bommen en kernwapens en weet ik veel wat in een archief zoiets. Nou, en Bibi die stond dus bij een heel groot PowerPoint. Groter, een paar keer groter dan wat hij zelf is, snap je? En er is ook zo'n foto van Trump dat hij iets getekend had een tijd geleden. En Trump heeft natuurlijk een hele stomme kop. En dan liet hij dat contract zien en andere mensen hadden daar andere teksten in gezet. En ik ben heel gek, ik kan er elke keer zo hard op lachen. Sorry, je gaat even te hard. Oh. Trump heeft een stomme kop. Ja, en die hield een keer een contract vast. Dat liet hij zien aan de camera. En die foto, dan hebben ze dat contract, daar zetten mensen, zeg maar met ouderwets Photoshop, zetten er andere teksten in. Ik moet daar heel erg hard om lachen. Maar nu even terug naar Bibi Netanyahu gisteren. Die heeft dus ook zo'n heel groot PowerPoint ding waar die bij staat. En toen heb ik iemand die hier was, die heeft daar een foto van minister Kaag ingezet toen ze op bezoek was naar Iran. Dat ze zo staat als een hond met hoofd naar beneden met dat hoofddoekje. Nou, en ik ben gewoon, ja, ik ben misschien niet goed bij mijn hoofd, maar ik heb daar... Voor mij ga jij door als iemand die iets te maken heeft met goed en het hoofd. En wat mij part, niet goed bij het hoofd. Daar neem ik ook genoegen mee. Gaan we door. Ja, nou ja, en die heb ik wel naar je toe gestuurd. Nou, daar kan ik gewoon heel hard om lachen. Maar in ieder geval, dus dat. Dat was eigenlijk wat ik wilde vertellen, dat ik heel hard moet lachen. Die Bibi Netanyahu, die had toch ook zo'n... Was het ook tijd voor oorlog? En dan had hij zo'n bom... Er was alleen maar een stuk papier, een stuk karton. En dan had hij een bom op. En dan allemaal lijntjes van dit is zoveel. Oh, dat ging over de oorlog tegen terrorisme of zo. En daarboven in een lont. En dan zeiden ja, we zijn bijna zover. Wat is het dat ze juist die Joden uitkiezen om de oorlog aan te sturen? Ja, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ja, Bibi Netanyahu is Joods. Ja, maar ik geloof gewoon... En daar scheiden vaak de meeste wegen. Ik geloof gewoon niet dat zij erop uit zijn. Omdat als er iets is wat moet boeten voor oorlog in het Midden-Oosten... is het gewoon Israël. Nee, helemaal niet. Dus zij hebben daar helemaal geen baat bij om daar oorlog te willen. Nee, precies. Want het gaat erom dat Israël... Dat wil al de Babyloniërs. Hè? Die willen al sinds jaar en dag Israël. Dat is net als met Monopoly. Als je de Kalverstraat hebt met allemaal hotels, dan win je. Ze willen de hoofdstad. En dat doen ze al 2000 jaar. En maar eikelen. Mm-hmm. En je hebt de mensen van het boek, worden die genoemd door de Mohammedanen. Daartoe behoren Joden en Christenen. De mensen van het boek. Ja, en wij zitten daar. En de hele tijd lopen ze landje pik te spelen en dan allemaal idiote ideeën te verzinnen. En wat zijn ze nou weer aan het doen? Maar het is gezeur in de ruimte. Ze zouden eerlijk moeten zeggen tegen alle kinderen op het lager onderwijs: wij willen Jeruzalem. En we gaan de wereld regeren met een ijzeren staaf. En dan gaan al die kinderen zeggen, dat willen we niet. Ja, maar als je je doel niet duidelijk kan vertellen en je gaat het stiekem doen, en dat doen ze. Ze stoken iedereen tegen elkander op. En mijn vraag aan jou is, en die is terecht. Waarom bestaat het woord hofjood?
waarom dat bestaat? Mm-hmm. Nou, dat zal een Jood zijn die aan het hof komt. Net als een hofdame. Ja, een hofdame, daar kan ik me iets bij voorstellen. Nou, en als een hofdame een Jood is, dan is het een hofjood. Ja, waarom wordt er gesproken over hofjoden als een kleine sectie van Joden? Die, dat wordt gezegd van hofjoden. Dat woord is 400 jaar oud, zo niet langer. Dat is een heel oud woord. Van, oh, dat is een hofjood. Nou ja, kijk, ik zou zeggen... Waarom is dat? Nee, het is niet ter beschuldiging van Joden. Daar stuur ik niet op aan, mijn zus. Nee, dat maakt mij niet uit. Dat kan mij niet schelen. Mijn grootste vijand is een Jood. Dus, nee hoor. Dat geeft helemaal niks. Ja, ik denk dat als ik... als deze vraag aan ons tweeën gesteld wordt, zou ze zijn... Ik zou gokken... Omdat de Joden, die zijn van de stam Juda. En dat was de een van de 12 stammen van het volk Israëls. Dat waren de mensen die door Mozes zijn weggeleid uit slavernij. Ja. Zo zat het in elkaar. Mm-hmm. En momenteel zijn we weer helemaal terug in de slavernij. En geen hond heeft het in de gaten... En die Joden worden om die reden gebruikt met die familie Rothschild. Bijvoorbeeld. Die heette de familie Bauer. Dat was een arme Joodse familie. En de paus die ging naar hen toe. En die zei, oké, jullie krijgen het beheer over al ons geld. Maar, dat is... Het is doortrapt. Psychologie is het, hè? Nou ja, wat ik dus denk, want ik ben daarmee opgegroeid. Misschien is het wel interessant om te weten hoe ik het zie. Absoluut. Dat is dat de staat Israël gewoon na 3000 jaar eindelijk weer in handen is van de Joden. En ik weet niet beter als dat al alle oude Joodse mensen altijd gezegd hebben... zie je volgend jaar in Jeruzalem, eens per jaar... En dus, en ik denk dat alles erop gemaakt is, nou ja, dat denk ik niet, dat weet ik 100% zeker, om dat land veilig te stellen. En daar zijn ze gewoon hartstikke goed in. Dat vind ik ook. En dat zij sponsors hebben die misschien Rothschild heten, ja, jammer dan, weet je. Ik bedoel, ik weet ook niet wat de plaatselijke voetbalclub of Ajax aan sponsors heeft, weet je. Er zijn ook mensen die hun hele hebben en houden aan Ajax geven als ze doodgaan. Oh, nee, nu begrijp je mij verkeerd. Zo zie ik het. Ja. Babylon. Dat zijn de mensen van het geld. Al sinds 5000 jaar of zo. Dat begon met die kleitabletten. Dat was wel leuk. Kon je een kleitablet laten bakken. Had je een contract met je leverancier of je afnemer. En dat kostte altijd. De mensen die leven van het geld. Daar gaat het om. Dat is Babylon. En Babylon, het boek Daniel, Oude Testament. Het volk Israëls... Degene die wisten van het woord. Maar iedere keer weer afdwaalde tot whatever. Ze wisten van het woord. Mm-hmm. En hielden zich niet eraan. En dan werden ze afgevoerd naar Babylon. Ja, dan ga je weer terug. Mozes had het volk weggeleid uit slavernij. Mm-hmm. En in de tijd van Daniel, dan werd het volk afgevoerd. En dan niet die arme keutelboertjes... Ben jij maf? Die mochten sinaasappels blijven kweken in het land Israël. Natuurlijk, die arbeiders mochten allemaal blijven. Maar die aristocratie werd afgevoerd. En Daniel als profeet ging mee. Uit vrije wil. Want ze wilden Daniel helemaal niet hebben in Babylon. Waarom? Maar Daniel liep mee. Zo'n mooi verhaal, mijn lieve kind. Ik denk het mooiste verhaal wat de mensheid of de mensen hebben geschreven.
Van weg uit de slavernij en terug naar de slavernij. En wat houdt dat in? En wat houdt jou in staande? Het enige wat telt, hoor. En Joodse mensen, die weten van het boek Genesis, die weten van het boek Job, die weten Exodus, weten ze. Dat zijn de vijanden van Babylon. Mm-hmm. Met name. En die christenen, die hobbelen daar een beetje achteraan. Maar wij hebben het Oude Testament ook gelezen. En dat gaat tegen Babylon in. Nee, niet. En dan kan je reggae blijven spelen tot hier tot Tokio. En reggae is ook goed. Want iedere keer als je zegt van... Babylon, feel this one. Dat is ook goed. En het meeste goede komt uit ons hart. En respect te hebben voor wat meer dan 3000 jaar geleden is opgeschreven. In plaats van, ik moet de Ex Libris prijs hebben van 2016. Want mijn neef Frederik heeft gezegd dat dat een hele goeie was. Maar dat is 2 jaar geleden. Of dwaal ik nou af van het onderwerp? Nou, dat kan ik wel zeggen, ja. Ja. Dankjewel. Ik heb ondertussen van alles bedacht. Nou, vertel eens wat dan. Ja, kom op. Als alleen ik aan het woord ben, is het super saai. Nou ja, kijk, net zoals met de Koerden en met Koerdistan en zo. Die mensen die zijn gewoon bereid te sterven voor hun droom van hun plek waar zij zeggen dat ze thuis horen. En dat heb ik gewoon altijd een heel romantisch iets gevonden. Yep. Die saamhorigheid om samen te wonen. Yep. Dat vind ik gewoon hartstikke mooi. En ik ben vrij simpel als ik zeg dat iedereen die samen wil wonen, omdat ze hetzelfde zijn of willen zijn, ja, dat moet gewoon kunnen. Ja. Nou, en als dat dan één stipje is op de wereldkaart en de hele wereld maakt zich daar druk om, ja, dat vind ik fascinerend. Dat is echt bizar. En dat vind ik dus, ja, ik geloof in God. Ik ben geboren met een geloof in God. Als enige van de familie, geloof ik. Maar ja, ik vind dat wel heel mooi. Nu ging je even snel. Ja? Als enige van jouw familie. Ja. Wauw. Ja. En hoe is dat gebeurd bij jou dan? Wanneer ben jij van jezelf overtuigd geweest dat je gelovig was? En hoe durf je dat te zeggen? En hoe oud was je toen? Nou, volgens mij vanaf mijn geboorte. Ik heb er nooit aan getwijfeld. Wauw. Ik wist niet eens hoe het heette of wat het was of zoiets. Dat kreeg ik pas op school met bijbelles. Toen wist ik wat het was. Dat was lagere school. Je hebt de bijbel gekregen op de lagere school? Nou, bijbelles. Ik heb geen bijbel gekregen. Wat nou? Gierig, hè, eigenlijk. Misschien had ik toch een J al op de basisschool achter mijn naam. Nee, hoor, is niet waar. Nee, ik heb geen bijbel gekregen, maar wel de verhaal gehoord. Oh, dus dan was je 6 of zo, denk ik. Ja, denk ik, ja. Dan was je 6 jaar eerder dan ik. Ik wist het echt daarvoor al. Zo'n idee had ik ook. Op mijn 12e. Las ik die teksten en toen dacht ik, dit wist ik al. Dat was een keiharde confrontatie met mijn eigen intuïtie. Want zo'n idee had ik al. Maar ja, dan over mijn liefde voor Israël. Ja, ik vind dat gewoon, dat is zoals het is. En ik snap niet dat mensen kunnen zeggen dat zij geen recht hebben op dat land. Dat vind ik echt het meest achterlijke wat er is. Ja, laten we dat geven aan de Israëlieten.
Ja, maar ja, de hele wereld vindt van niet ondertussen. Ja, en dat, is, dat vind ik ook fascinerend. Ja, het leuke is dat als... trouwens, Joodse mensen die mogen van mij allemaal in Nederland blijven wonen. Want ik heb er nog nooit last van gehad. Nee. Ook van Marokkanen niet echt. Die zijn dan een beetje lullig omdat ze Geert Wilders achterna lopen en de meest lullige Marokkaan willen zijn. Maar dat zijn kinderen. Kom op. Die krijgen vanzelf de jaren nog voor hun kanus. Maar ja. En geven Israël aan de Joden? Ja. Ja. In de tijd van Adolf Hitler werden de Joodse mensen daar verplicht naartoe gestuurd. Nee, dat is echt niet waar. Ze mochten niet wel zijn. Waar. Volgens mij hebben we het er al over gehad. Laten we het ergens anders over hebben. Ja, nou, ik heb je toch die video gestuurd van Barry Gamish. Dat de Joodse mensen vanuit Marokko naar Israël werden gestuurd. Waar het mij om gaat, is dat het volk van Gods, de mensen van het woord, die zijn de bewoners van Israël. Ja. Dat vind ik belangrijk. Ja. En ik vind iedereen en die niet zich niet gedraagt, die moet het hek overgegooid worden. Dat vind ik echt. Dat vind ik ook heel mooi in de Bijbel. Gewoon iedereen die zich misdraagt, gewoon de landsgrens overzetten, het hek overgooien. Dat vind ik fantastisch. Ja. Ik zou echt heel graag in een land willen leven waar je dat gewoon, ja. Wat heb je er mooi gezegd? Het hek over. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Behalve dat ik het bouwen van een hek te veel werk vind. En dat ik denk dat het zou moeten kunnen zonder hek. Ik zou heel graag achter een hek willen wonen, een heel groot hek. Ja. Dan maak jezelf duidelijker. Waarom? Nou, gewoon. Maar voor zo'n hek moet je fundamenten graven. En wil je dan een hek met elektriciteit? Ja, heel graag, ja. Kom maar nadenken. Oh man. Oh, geweldig. Dat was een mooie verhaal, hè? Van dat Marco Polo, dat was een Italiaan, is het 15e eeuw of zo. En die ging naar China en die zag daar de overblijfselen van de Chinese muur. Mm. En Marco Polo die vroeg zich af van hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Mm. En die Chinezen die gingen stamelen van ja, dat hebben we toegebouwd, de... Dat is nou niet meer nodig. En dat was best een werk hoor, om die Chinese muur te maken. Een heel leuk bouwprincipe, echt super simpel. Je hebt wel op hout nodig en klei. Een prachtig gebeuren. En die Chinezen die schaamden zich voor die muur. Van ja, moet je daarover beginnen. Want ze hadden delen van die muur omlaag gehaald. En het waren poorten geworden. En mensen mochten binnen en uitlopen. En wat was het antwoord nou? In het noorden van China, waar die Mongolen, zo heten die mensen. Het zijn noordelijke Aziaten. Die hebben ook een hele brede oogzenuw. Ze leven in een laag licht, minder lichtomgeving, dus een grote oogzenuw. En dat stuurt die breinen aan. Ja, die vielen iedere keer het zuiden naar binnen, roofden alles weg. Kippen, geiten, maakt niet uit, hè? En vrouwen verkrachten natuurlijk. Dus vandaar die muur. Hmm. En toen heeft het zuiden in een concilie besloten om een van hun mooiste dochters uit te huwelijken als een prinses. Dus die werd op een kameel gezet, of een whatever, een lama. Dat leeft daar, op een paard. En alsjeblieft, hier, onze mooiste dochter.
En toen was het pais en vree. En toen was die muur niet meer nodig. Dat hebben die Chinezen begrepen. En toen hadden ze nog wel die hele muur staan natuurlijk. Maar dat is dan een monument. Daar kan je toeristenbelasting voor gaan heffen. Van ja, 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 dat hebben we zo gemaakt. Nou ja, checkpoints dan. Ik zou gewoon wat checkpoints willen. Lijkt me wel fijn. Een beetje nee, beter ik wil... Nee. Punt 1. Ik loop ongewapend over straat. Behalve dat ik een sleutelbos heb. Oh ja, en ik ben lenig en ik kan dansen en ik maak me nergens zorgen over. Mijn dochter die wilde ook nog een keer over straat terwijl het donker was. En ik zei van ja, dat gaat hem niet worden. En zij zei ja, ik kom veilig thuis. Ik zei ja, hoe dan? Door je vriendje? Dan zei ze nee, want die is ziek. Ik zei ja, dus niet. Jij mag van mij niet in je eentje over straat, want jij bent een meisje. En toen zei ze, nee, maar dat maak je geen zorgen, pap. Ik doe gewoon dit. En toen schopte ze met haar rechterbeen ter hoogte van haar schouder ongeveer. Ze heeft van die soldatenkistjes. Mm-hmm. En toen dacht ik, oké, ja, dan mag het wel. En ik zei nog wel tegen haar, als jij verkracht thuiskomt, ben jij niet de enige die een probleem heeft. Ik zou ook een voorstander zijn van het opheffen van wapenverbod voor mensen zonder penis. Al die wijven een gun. Ja. En dan ophouden met een gezeik van ik durf niet over straat. Al die tuthomo's in Berlijn die dan gepakt zijn door een stelletje mokro's. Maar dan denk ik, waar is je looie pijp? En waarom heb je niet op gymles gezeten? Oh man, de meeste... Ja, sorry dat ik zo boos word, maar ik vind het echt te truttig voor woorden. Nou, ik steun wel je plan... Wapens naar vrouwen, ja. En voor de rest de bek houden, ja. Exact. Dan zou ik het hek wel op willen geven dan. Of niet achter een hek. Want het leger is qua yin en yang, hè? Dat ken jij vast, hè? Dat begrip. Yin en yang, hè? En yin is het heldere, duidelijke, droge, dat is het mannelijke. Nee, dat is andersom. Ik vergis me altijd. Dat yang, dat is het dan heldere, duidelijke, droge. En het yin, dat is het verborgene. Dat is het water. Dat is het onduidelijke. En dat is het leger. Ik vind dat alle vrouwen alle wapens moeten krijgen. En, gewoon totaal. Ja, het is tegenwoordig zo makkelijk. Ik heb een AR-15, een beetje oefenen. En dan heb je van die mannen. En dat zijn een soort van transgenders. En die willen dat ook doen. Die willen ook een uniform aan. Met allemaal zo'n die strikjes. En lekker meedoen. Ja, dat zijn ook allemaal vrouwen. Dat vind ik. Ik ben man, ik ga dat niet doen. Ik ga van mijn langste levensdagen niet het leger in. Ben jij maf? Een beetje strikjes verzamelen. Om een stormbaan op te klimmen. Maar die vrouwen, laat het lekker doen. Dat is Juda. Juda, dat is de 12e stam. Dat is de stam van de leeuw. Die vrouwen vallen aan. Die man die kijkt toe. En als die man omhoog komt, de medelul. Ja. Ja. Dat is een stam van David. Waar Jezus van afstamt. Zo zeggen ze dan, hè? Ja, daar ben ik voor. Dat lijkt me ook heel grappig. Het lijkt me zo leuk dat alle meisjes van 8 jaar... die schieten met een .22. Verplicht. Nee, ja. Ja, wel, kom op. Ja, dit is natuurlijk wel heel gek. Nou, waarom niet? Ik heb mijn dochter kan schieten. Die heeft mij eruit geschoten op de kermis. Dat was met lucht, dan weliswaar. Dat mijn dochter leert om die rust te zoeken en dan...
Die rust, daar gaat het om. Al die meisjes zijn zo wild, die willen de hele tijd leuke dingen doen. Er is een nieuw museum open en daar moeten we naartoe. Ja, ga lekker eventjes een uurtje niks doen. En in je rust, oh, biljarten voor vrouwen, verplicht. En haal je biljartdiploma, ja. Nee, ik ben nu een beetje stout, nu mag jij. Ja, ik zit gewoon weg te dromen en te luisteren en ik heb helemaal niks meer. Nee. Oh, 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 oh. En mijn arrestatie op Schiphol, zal ik het daarover hebben? Heb je ook al verteld. Ja, aan jou, maar nog niet aan de kijkeraars. Zit dat niet in de vorige uitzending? Wacht even, ik moet even de deur voor een enorme vervelende kutpoes open doen. Wacht even. Ja, kom maar. Ik ken haar woning. Ik weet nou waar ze ongeveer loopt. Ja. Ja. Ik ben er weer. Ja, yep. Nou oké, dat van Schiphol laten we maar zitten. Maar het was wel leuk dat die pinautomaten uitvielen. En dat ik er helemaal van weg kwam zonder niks. En mijn dochter zo... Ja... Die was dan halverwege het event pissed off. En dat vond ik echt nergens op slaan. Ik was toch de hero van de ochtend. Alle pinautomaten waren uitgevallen. Dus we konden alsnog naar Turkije... Ja, wie had dat anders voor elkaar gekregen dan haar vader? Wat is dat nou? Dat is een ander verhaal. Wat? Nou, vertel nog eens het verhaal van Schiphol. Nou, het ging als volgt. In die tijd luisterde ik naar Alex Jones. Van Infowars.com. Over die vliegtuigenpassagiersinspectie. En mijn moeder had het zalige plan opgevat om naar Turkije te gaan. Want ik was dan gescheiden. En dan als je scheidt, maar dat weet je vast wel. Maar ik weet niet of jij dat weet, maar in mijn geval. Als je scheidt, dan daalt het maandelijks vermogen van je kind. Dus die heeft dan bijna niks meer. En je kan niet meer makkelijk op vakantie. Ja. Dus dat moest een gescheiden vakantie worden. En mijn moeder zei, ja, dat ga je maar doen. En dat kost je dan weet ik veel wat. En dat had ik nog. Ik zei, oké. En mijn moeder zou de ticket betalen voor haarzelf, haar nieuwe man en mijn kind. En dan naar Turkije toe. En ik dacht, oké, allemaal goed. En toen ging de auto nog kapot. Ook dat nog. Ik had zo'n Volvo 740 en hier een doek. Die moest ik aan de kant van de weg zetten. Autosleutels in de middenconsole. Zo'n Volvo, doe je zo'n klepje open. Sleutels erin, klepje dicht. En dan op mijn mobiel mijn garagehouder bellen en zeggen, hij staat daar. En mijn dochter en ik met alle tassen naar het station. Nou, dat was nog maar het begin van het ongeluk. Stonden we daar 's morgens vroeg om 6:30 in de rij... En toen werden de espadrilles van meisjes van 5 en 6 jaar gescand. Op aanwezigheid van explosieven. Ja. En toen ja. En welk er was een alleen... Het... Ja, wat zeg je? Welk jaar was dat? 2012, 11... Ja, iets in die tijd. Ja, 12 of 11. Of 13 of zo. In die tijd. Oké. En ik zei tegen die mensen tegen mij in de rij... van nou, je kan nog blij zijn... want binnenkort gaan ze met de van die handschoentjes in je onderbroek... en dan gaan ze voelen of er daar nog bommen zitten. Ik was pissed off, man. Ja. Ik vind het zo belachelijk. Dat je kinderen van 5 en 6 hun espadrilles... en even voor de kijkeraars, een espadrille... dat heeft riet als zool.
Het is een zomerschoen. En er zit een beetje textiel overheen. En het is vastgenaaid met een naald en draad. That's it. En die vrouw was in haar eentje. En ik was ook in mijn eentje. En mijn kind moet ook de schoenen uittrekken. Want er kunnen bommen in zitten. Ja, hallo, wie is er hier gek geworden? Of drink ik te veel bier? En trouwens, ik was helemaal niet dronken. Maar daar word je toch dronken van? Dus ik werd, ja, ik sprak de meute toe. Dan doe maar lekker wachten met z'n allen. Even controleren of de ex... En toen werd dus een obese Surinaamse vrouw... die werkt voor de... Dat is een Israëlische firma. De ICTCS of zo. Hij had zo'n uniform aan. En die zei tegen mij... Nou, meneertje, dat gaan we hier niet doen. Ik wil wel even uw bril gaan scannen. Dus ik moest mijn bril afdoen. Ja, ik heb +8. Ik doe mijn bril alleen maar af als ik uitgenodigd word tot een gevecht. En moet ik met de vuisten gaan rammen. Ja, dan wil ik best mijn bril afdoen. Maar waarom moet ik mijn bril afdoen om te controleren dat er explosieven in zitten? En ook mijn schoenen uitdoen? Ik snap ze dan... Ze zijn wel echt van de pot gerukt. Van de pot gerukt. Exact. Ja, en toen ging die van de pot gerukte, obese, Surinaamse homo... die ramde met de rechte vuist op die grote rode knop. Ja. Want anders kunnen die Surinaamse, obese homo's... er moet een hele grote knop zijn, want... Oh, Perry Winkel komt eraan. Jezus, mijn Christus. En mijn dochter zei nog... Bob, die herdershond... die was fijn aan het spelen met die ene marechaussee. Dus je moet niet zo zeuren. Maar ik stond een fokkie gearresteerd. Op mijn sokken. Zonder bril. En mijn portemonnee was ook gescand op explosieven. En toen ben je gearresteerd? Ja, man. Ja, dat staat toch wel voor... Meen je niet? Nou, hoe ging dat? Geweldig. Ik bleef heel rustig staan. Dus dat ging allemaal prima. Was de reden dat je boos werd? Ik ben niet boos geworden. Ik heb tegen die meute gezegd... van wees maar blij... want zo dadelijk gaan ze met rubberen handschoentjes... of plastic handschoentjes... in je onderbroek voelen. Dat is alles. Oh ja, en ik heb ook nog gezegd tegen die vrouw... toen ik mijn bril op de loopband legde... want dit is mijn bommetje. Een heel klein bommetje hoor. Echt zo klein. Dat kan je niet zien. Ja, toen werd ze gek. Zij kan niet geloven in een bommetje wat je niet kan zien. Ja, dan moet ze mijn bril vooral onder het ding houden. Kan ze niks zien. Dus dat was een bommetje en dat kan je niet zien. Jezus. Wat een trut. Ja, maar ja, dat moet je dus niet zeggen als je een bommetje hebt. Ik zei, dit is mijn bommetje. Ja. Ja. Het verboden woord is, ik heb een bom bij me. Ja, dat mag je niet zeggen. B-O-M dat... zou ik gewoon niet zeggen. Ja, B-O-M, dat zeg je niet. Maar ja, kom op. Welke bom kan er in mijn bril zitten? Ja, het is gewoon heel traumatisch. Ja, wat? Het vliegen met kinderen is gewoon heel traumatisch. Het is echt niet normaal. Zoals ze met veiligheid en alles omgaan. Ja, dat slaat helemaal nergens op. En toen werd ik dus afgevoerd. Nou, die herdershond die was heerlijk aan het spelen met zijn bewindvoerder. En mijn dochter die vond het best een leuk gezicht. Dat die de marechaussee... En er waren er 7 of 6, hè. Nou, die ene marechaussee had een herdershond. En hij was lekker met die herdershond aan het spelen. Mijn dochter vond het allemaal wel prima... Totdat ze in de gaten kreeg van een jeetje, wat duurt dat lang? Ja, vind je het gek? De vingerdrukapparaat, een digitale, dat viel uit. Ha, 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 ha. Ja, en toen moest ik met mijn ouderwets, met mijn vingers door de inkt heen. En die man, dat was best een leuk stel. Dat was een Surinaamse jongen. En een blonde... obese, wel een klein beetje.
Zo'n blonde. En die waren mijn uiteindelijke beheerders dan. Oh ja, en die andere man, die zei in het busje op weg naar mijn arrestatieplaats, waar de cel was. Ik ben opgesloten. En die zei nog, wat ben je van plan? Ik zei, nou, het zit als volgt. Met mijn dochter, ik ben gescheiden, ik wil naar Turkije. That's it. Meer niet. En toen zei die marechaussee tegen mij, een soort adjudant of zo. Die zei, nou, dat gaat wel lukken hoor. En toen dacht ik van, nou oké, dan maar. Nou, dan mocht ik kiezen van of je veters uit je schoenen of je schoenen uit. Nou, wat zou jij kiezen? Mijn schoenen uit? Ja, natuurlijk. Schoenen uit. Zo. Dus ik mijn schoenen uit. Ja, dan heb je een mooi kamertje, twee camera's op je. Dus je bent totaal veilig. Er zal je niks overkomen. En wat wil je drinken? Koffie, thee of water? Wat zou je kiezen? Niks. Water heb ik gekozen. Ja, anders water, maar ik vertrouw ze niet. Anders eerst dacht ik water, maar toen dacht ik, nee, dag, straks zit er wat in. Nou, ik dacht, doe maar water. Niet dat ik dorst heb. Maar waarom? Ik heb helemaal geen dorst. Ik wil alleen maar naar Turkije toe. Toen daarna viel dus de vingerafdrukapparaat viel uit. Moest er analoge dinges worden. En toen werd mijn testament, je getuigenis, opgenomen. Nou, en ik kan me vertellen, nou, als volgt gebeurt. Dit heb ik gedaan. Hè. En liet die man, die had een printje gemaakt, die Suri. En die zei, dit is hem, moet je nou tekenen. En er stond als eerste, toen ik zei dat ik een bom bij me had, bla 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 bla. En dan zei ik tegen die man, dat heb ik niet gezegd. Dat heb je nog net goed gehoord, dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik zei, toen ik mijn bril op de loopband legde, dit is een bommetje. Een kleintje, een heel klein bommetje. En hij zo, oh ja, 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 daar heb je gelijk in. Nou, dan ga ik nog even. En toen viel het internet uit. Ja. En dan zei ik, wat nu? Ja. Ja, zei hij, maar ik heb nog een. Hij was een slimme Suri. Hij zei, nee, ik heb hier lokaal met Word, MS Word of zo. Dat wordt lokaal opgeslagen. Ik weet precies in welke directory dat staat. Ik open dat document. En ik verander dat. Ik zei, oké, dat is goed. Mag, hè. Een nieuw document geprint. Ik de handtekening gezet. Want daar stond wat de waarheid was. En toen vroeg ik aan die marechaussee-man, mag ik een kopie? Ja, die kreeg ik niet, hè. Nee. Toen werd het bellen met de officier van justitie. Want ik heb een misdrijf gepleegd. Daar word ik van verdacht. En ik zou onmiddellijk weg kunnen als ik €650 zou betalen. Wow. Wow, ja. Nou, ik weet ongeveer. Ik had, vanwege vakantie, ik had genoeg. Dat is goed. Doe maar. Maar toch naar Turkije gaat klauwen voor mijn geld kosten. Dat kan er wel vanaf. €650, I'm a goner. En ik met die twee door Schiphol lopen. En die Suri die vroeg aan mij, die jongen, van, rook jij? Ik zei ja. Hij zei, nou dan gaan we roken. Ik zei, nou dat is best. Dus ik begin een checkje te draaien. En dan zegt die Suri tegen mij, nee. Niet hier op Schiphol een checkje draaien hoor. Want daar kan ik gezeik mee krijgen. Ik denk, ja. Kortom, ik was om de baas. Hè? En dan naar die pinautomaten toe. En die deden het ook allemaal niet. Echt, de eerste niet. Alles was uitgevallen. Oh, ja. Ja, man. En dan een jaar later, dan krijg ik een accept Giro. En er staat op de achterkant, als u deze rekening betaalt, verklaart u uzelf schuldig aan een misdrijf. Nou ja. En toen dacht ik, wauw. Dit is de tijd om een strafadvocaat te gaan bellen.
Ja, al mijn centen teruggekregen. Maar hoe makkelijk ben ik hiervan ontsnapt? Jeetje, dus, man. Je hebt het eerst betaald en toen ben je naar een advocaat gegaan. Nee, die rekening heb ik niet betaald. Ik ben naar de advocaat gegaan. Die moest ik het dubbele betalen. 1300 euro. En dat heb ik teruggekregen met 50 of 100 euro rente of zo. En de overheid had gereageerd met de mededeling. Deze zaak is verouderd. Oh, wat zijn ze lekker bezig. En mijn geluk is, ik bleef heel rustig. Ik heb helemaal niks gedaan. Mijn naam is Haas en ik weet nergens van. Ik roep altijd heel hard. Mensen die het gevecht met de politie of de marechaussee of zo aangaan, die zijn echt niet goed. Ik leg je altijd af. Ja, tuurlijk. Binnen 10 seconden staan er 20 om je heen. Ik bedoel, ze tuigen je gewoon af. Je moet de politie geen strobreed in de weg leggen. Nee. Ja. Nee, ze hebben het erger dan wij. Ik krijg hier een opnameprobleem. Wacht even zo. Als je nog even tijd hebt. Er moet even wat weggegooid worden. Oh, dat is ook nog maar niet heel veel. Oké. Ja, we hebben nog zoveel tijd. Wij zijn nu... Oh, we zijn een uur bezig. By the way. Best mooi. Wil jij een afsluiting houden? Ik ben helemaal leeg. Ik heb helemaal niks meer. We zouden het over internet daten doen. Daar heb jij het mooi over gehad. Ja, heel kort. Wacht even, ik heb nog een trucje. Ho, ho, ho. Stop deze uitzending. Even denken. En dan nu even hier. Oké. 7 gigabyte. Internet data. Ja, volgens mij slaat het helemaal nergens op. Nee, dat ook niet. Nee, we hebben heel hard gelachen. We moeten het maar belaten. Nou, wat ik zou willen zeggen... is dat... Als je het hebt over daten tussen een man en een man... of een vrouw en een vrouw... dat kan prima via internet. Die ene vrouw die zegt... ik wil macrameën, wil jij dat ook? En dan kan je via internet een macramee-afspraak maken. Die ene man kan zeggen... ik wil paintballen, wil jij dat ook? Dan kan je prima internet daten... Maar tussen een man en een vrouw. Je moet je elkaar toch eerst ontmoeten. En waarom zou je elkaar ontmoeten? Ja. Nu mag jij. Nu mag jij. Wat, heb jij slechte ervaringen gehad met mannen? Nee. Nou ja, niet meer dan gemiddeld. Ik denk dat ik wel mazzel heb gehad. Ja. Ik sprak laatst een vriendin, of een zus, zeggen we dan als christen. Hè? Een zus van mij. En die ken ik al vanaf het 20ste, dus 40 jaar ongeveer. En ik zei tegen haar... Mannen en vrouwen die praten te veel met elkaar. Ze moeten dingen samen doen. Hou jij die balk vast of whatever. Samen doen. Een verjaardagsfeest voor je kinderen. Samen doen. Papa haalt de auto en mama die bakt de pannenkoeken. Doen, doen, doen. Dat kweekt een
een relatie. Doen. Je mogelijkheden pakken. Ja. En dat je kinderen verbaasd zijn. Want het gaat om de kinderen. Hoe kan je internet daten voor kinderen? Jij hebt al kinderen. Ik heb ook een kind. En als ik 1 miljoen had, dan was ik in de race voor nog een kind. Maar dat kan ik makkelijk zeggen, want ik heb geen 1 miljoen. Maar zo is het wel, hoor. Ik vind kinderen zo leuk. Die van jou ook, hè? Ja, nou, ik ben er dus wel achter, zeg maar. Maar dat heb ik dus allemaal verteld. Dus als ik het nu ga vertellen, dan betekent het dat ik nooit meer de rest ga afspelen. Omdat anders dan vertel ik echt alles dubbel. Wat je hoort is een bankje wat kraakt. Even denken. Kom maar op, rustig. Ik ben dus wel erachter gekomen dat er een essentieel verschil is. Een onoverbrugbaar probleem. Met mannen die geen kinderen hebben en een vrouw die wel kinderen heeft. Dat is bijna, als je kinderen hebt, dan kan je gewoon niet. Snap je? Je moet gewoon vanaf, dat weet je ook, vanaf het moment dat er een baby is, dan moet je van alles. Ja. Leuk is dat, hè? Ja, ik vind het fantastisch. Maar dus, dan kan je niet zeggen, ja, ik ben moe, dat kan niet. Of ik wil Netflix kijken, of ik wil voetbal kijken, dat kan niet. Of ik wil met mijn vrienden, dat gaat niet. Dus... Ja. Die opoffering voor een ander, jezelf wegcijferen, dat is gewoon iets wat ik heel erg mis. We leven ook in een hele egoïstische tijd. En als je kinderen hebt, dan het eerste, ja, je kan niet egoïstisch zijn. Dat is het eerste wat je leert van een baby, denk ik. Ja, want een baby is de grootste egoïst die er is. Ja, dus je kan zelf... Ja, nee, je kan een baby niet toppen qua egoïsme. Ik heb gepoept en dan gaan we gewoon janken. Nou, ik heb nooit gezien als egoïsme van een baby. Ik bedoel, je eigen egoïsme moet je opzij zetten. Ja. Ik gebruik het woord egoïsme letterlijk nu even. Kijk, een baby, met mijn kind heb ik dat ook meegemaakt. Ze was 5. En daar had ze tegen mij gelogen. En ik zei tegen haar, want jij hebt tegen mij gelogen. En toen zei ze ja. En toen zei ik tegen mijn kind, ja, dat mag helemaal niet. En zei, oh, ja, dat wist ik niet. Maar het kind was 5. Ja, die zit ook. Ja. Oh, ik vind kinderen zo heerlijk, hè? Ja, ik geef wel regelmatig lectures aan de kinderen. En dan vertel ik wel even een verhaal met een moraal. En dan luisteren ze ook wel heel goed. Ze geven ook eigenlijk moraal, altijd ja. wel. Ja. Zo mooi. Ja, je kan van alles leren. Het meeste leer je als je leraar bent. Dat heb ik ook ontdekt. Als je alles al weet en je gaat vertellen hoe het is, dat is saai. Voor kinderen. Hè? Voor leerlingen. Ja, maar als de leraar lerend is, dat is leuker. Dat zijn de mooiste lessen. Ik heb dat zelf meegemaakt. Ik heb les gegeven in ingewikkelde logica. En juist toen ik aan het leren was van logica, had ik een vraag aan de klas. Van wat denken jullie ervan? Ik heb hier een vraag over, ik heb daar een vraag over. En dan ben je een leuke, geinige leraar. Iemand die alles al weet, ja, die draait zijn verhaaltje af. En zo is het ook naar onze, dat geldt voor jou ook, naar mijn kind ook. Ik ga niet beweren naar mijn kind dat ik alles weet. Ik bedoel, ben jij de mafketel of ben ik het?
Nee, maar ik ben gewoon aan het opvoelen dan. En dan leer ik ze iets van hoe ik de dingen zie. Ja. En wat ze er uiteindelijk mee doen. Zal maar jouw oudste kind, hoe oud is je oudste kind? 14 net vorige week. Oh, oké. Okay. Die is slim, jongen. Ik vind het echt fantastisch om te zien dat ze helemaal eigen... Ja, ze komt gewoon met invalshoeken waar ik niet op zou komen. En dan ben ik echt super trots. Dus ik vind het zo gaaf. Ja. Nou, je hebt heerlijke kinderen. Die van mij is nou 18. Wow. En die zit in de pedagogische hulpverleningsopleiding. Ja, dat heb je verteld. En daarnaast heeft ze een baan van 16 uur. Ik zei nog tegen haar, kindje. Hoeveel uur per week? Dan zei ze, 50, 60. Wauw. Ik had dat niet verwacht, hoor. En die zit dan hier te werken in het Focus Filmhuis. Bij die Illuminati-maffe-ketel. Je moest eens weten wat hier in Arnhem gaande is. Ik kan wel janken. Ja, je weet, onze gezamenlijke vriend vertelt er altijd over. Wat zei je, wat? Onze gezamenlijke vriend die vertelt altijd over Arnhem. Ja. Nou, dat is echt... als het allemaal waar is. Ik was vandaag... jij bent nooit bij mij thuis geweest. Maar even voor de kijkeraars. Ik woon op de Rodeburgstraat 3-3. Dus dat is 33. Had er nooit een of andere gek bij jou voor de deur? Meerdere keren, maar ik heb een balkon. En dan kan ik omlaag kijken, zonder dat jij weet dat ik kijk. En dat doe ik niet open. Ik ben gestopt met het idee dat iedereen bij mij binnen mag. Dat mag niet meer. Er zijn mensen die wil ik wel spreken. Dat is geen probleem. Maar niet bij mij thuis. Neutraal terrein. Maar in ieder geval waar ik woon, daar hebben ze zo'n ongelofelijke katholieke kutkerk. En die staat al, 43.000 jaar in verbouwing. En een heisa dat het maakt, man. Om al die stenen op elkaar te stapelen, of zo. En dan daarvoor, daar was een marktplein. En dat was best aardig. Het was een groot ruim gebied en iedereen kon er staan met een marktkraam. Nou, had je een of andere idioot uit Koerdië of Koerdistan. En die verkocht noten en die andere verkocht olijven. En van die Hollandse jongens die dan van die haringen verkopen. En meisjes natuurlijk. Het hele marktplein voor de kerk. Dat is nou volgeplemd met een nieuw filmhuis. Oh, wat een leuk idee. En dat heet Focus. En dat zijn alleen maar van die katholieke Illuminati films die je daar ziet. De grootst mogelijke onzin. En dan hebben ze ook nog... Want hier in Arnhem heb je die bulten, een berg of zo. Hè? En dat regenwater stroomt naar de Rijn. Iedereen kan dat verzinnen. Dus dat vormt beken. En er was een beek en die hebben ze overbrugd ooit. En nu weer boven water gehaald. Ha. En dat heeft een poen gekost. Er zijn al 3 auto's ingereden. Waaronder een taxi. Die niet in de gaten had dat ze geen hek hadden neergezet. Hoe kan je het verzinnen? Om een beek te bouwen met aan één kant geen hek. Ja, dus dan ligt er een taxi in en dan moet de gemeente weer langskomen met de politie erbij. En oh. En de markt is dus mooi pleiter. Daar heb je nog markt boven het provinciehuis, maar daar stond de kermis.
Dat was een parkeerterrein voor allerlei lullige ambtenaren. En dan eens in de zoveel tijd mocht niemand daar parkeren. En dan kon mijn dochter daar geweer schieten. Dat is allemaal voorbij. Want nu staat de markt daar. En hebben ze die markt, hebben ze ook nog de stenenpartij veranderd met kinderkopjes. En ik ken van die marktjongens die daar lopen en die zeiden, nou, daar krijg je behoorlijk pijn van in je voetzolen. Want je staat de hele tijd te wiebelen. Goedendag, wil u paprika's of tomaten? En dan kom je thuis met zere voeten. Ze maken Arnhem kapot. En dat was ook nog vandaag, als ik toch mag doorratelen. Ik liep voorbij die katholieke kutkerk. En een of andere klojo, mijn leeftijd, met een vrouw van mijn leeftijd. En die gaat aan die vrouw lopen aanwijzen van, ja, dit wordt gerestaureerd en het is heel erg mooi. En dan zei ik tegen die klootzak, ik zeg, wat bedoel je? Die satanistische beelden? Want die hele kerk hangt vol met satanistische beelden. Met Babylon. En die man die zei tegen mij, ja, want Satan heerst. Ik had hem voor ze. Nou, ik had niet mogen slaan, want dat mag niet. Maar wat denkt die man wel niet? Dat hij indruk wil maken op zijn vrouw? Ja, misschien om het af te weren. Af te weren wat? Ja. Rare beelden horen niets. Punt. Nee. En de moeder van mijn kind die zei, doe niet zo moeilijk over die beelden van die katholieke kerken, want dat zijn waterspuwers. Het is voor de waterafvoer. Nou, ik vond dus de Efteling, die zat ook helemaal vol met satanische afbeeldingen. Dat vond ik echt heel eng. Dank je wel dat je dit zegt. Ik vond het echt moeilijk om, gewoon normaal kan ik dat soort dingen wel scheiden. Maar dat vond ik in de Efteling wel moeilijk. Dank je wel. Een belangrijke opmerking. Maar goed, hier zijn wij. Nou, vandaag zit er wel weer op. Ja, en hoe ga je dat nou afronden met je internetdating? Ga je er eentje uitkiezen? Misschien moet je een IQ-test. Dan vraag je aan iedereen van die 272 deelnemers. Want doe een IQ-test en laat je officiële diploma zien. Dat je in ieder geval die IQ beneden de 100, want die kunnen toch niet koken. En een man die niet kan koken, heb je helemaal niks aan. Zou dat een idee zijn? Ik zeg maar wat hoor. Maar. Ja, ik ben er dus na een paar dagen echt mee opgehouden. Dat heb ik dus allemaal verteld, allemaal gevlogd. En het gaat erom wat voor types daar zitten en zo. Het is gewoon werkelijk waar een wereld waar mensen geen weet van hebben. En dat willen de mensen misschien ook helemaal niet. Maar ja. Ik was echt perplex. Van de domheid. Inhoudsloos. Ja, heel raar, heel raar. Maar goed, laten we het er niet meer over hebben. Nee. Ik denk dat je het er niet genoeg over hebt gehad. Het zou best wel kunnen, maar de moed is eruit. Om het erover te hebben. Ja, omdat alles wat ik zeg, dat heb ik dus al gezegd op beeld. Alleen daar heb jij niks aan. Dus dan val ik het in herhaling. Okidoki. Dus ik kan er een half uur over kletsen. Maar dat heb ik al eerder gedaan. Ja. Maar laten, dit was het gewoon. Ik ben dus niks. Ik heb na een paar dagen. Nou, het is gewoon verschrikkelijk. Je wordt er hartstikke zwaar depressief van. En dus ik heb gewoon de handen kunnen erin gegooid. Jeetje kreetje. Nou, dit is een mooie. Nu ga ik de afsluiting doen. Ja.
Dit is een mooie afsluiting om die mannen te activeren om in de naam van degene die we niet uitspreken in actie te komen. En wees in zijn naam verstandig. Dan ben je mijn vriendin en Mira haar vriend.